Zaterdag. Nou, ik had moeilijk wakker worden. Ik had iets van 9:45. Zoran die kwam op de koffie. Ja, moeilijk op gang komen. Ik voel me eigenlijk wel fit of zo, een beetje slaperig, maar wel prima. Het is warm, wat warm, maar morgen loopt het tot 35 graden. Dus ik ga verder met zolder. Ja, het plan, doel vandaag: laminaat af op zolder. Ik zal die boekenkast toch ook leeg moeten halen en wat gaan vertimmeren. Die trekker wil ik ook wel erg mee bezig, een beetje prutsen. Dan de monteur van de bus belde vanuit Bosnië. Hij heeft het heel erg moeilijk gehad met de achterremmen. Alle cilinders zaten vast. Nou, hebben ze hem maar net losgekregen. Hij had het al bijna opgegeven, zegt hij. Nu is hij bijna klaar met de bus, dus onder is alles gelast. Alle vier remmen, alle remmen, voor achterremmen. Twee, vier wielen. Is vervangen, tot compleet nieuw. Nou ja, nog verdere reparaties, de ophanging van de motor. Enzovoort. Nou, dat gaat me een hele duit kosten, maar het is natuurlijk altijd weer goedkoper. Ja, goedkoper. Het was voor mij onmogelijk om dit in Nederland te doen. Onbetaalbaar, gewoon onbetaalbaar. Ja, nou goed, dus ook op deze manier kun je toch een redelijke oude auto van 2002 is de bus. Bijna een 500.000 op de teller. Kun je dan weer een jaartje mee verder. Nou, oké, ik ga aan het werk. Ik hoop dat je me nog volgt. Leuk dat je kijkt. De reacties achterlaten is ook altijd leuk. We liken natuurlijk, hè, als dat is zo belangrijk. Liken. Hey, doei hè. Ja, nou toch eerst die boekenkast maar eens even leeghalen en kijken wat ik ervan laat staan. Nou, ik hoef ze ook niet die boeken allemaal in te pakken. Ik leg ze hier gewoon op mijn nieuwe laminaat. En dan kijk ik of we dit gaan repareren of weghalen. Oké, en dat is de ene kant van de kast. Heel veel boeken. Ja, kan ik in ieder geval een keer uitzoeken wat daar nog van gebruikt moet worden en wat niet. Ja, dat is, dan hebben we nog deze kant van de kast. Die gaan we ook even leeghalen. Oké, de lege boekenkast. Deze kant is nog wel oké qua planken. Deze moet ik uit elkaar halen. Er zijn al laminaat gebruikt. Onzin. Heel veel boeken. Nog veel meer boeken. Niet alleen boeken. Ik vind ook heel veel fotoalbums. Dat is nog wel interessant natuurlijk. The good old times. Het gaat, het gaat, het gaat. Wat dat dan gaat. Wel een klus hoor. Zeker met die warmte buiten en muggen op mijn lijf. En gejeuk en Sky Radio op de achtergrond. En zo moet er allemaal weer uitstaan. Maar kijk, oké. Groot deel zit erin. Het is toch nog wel de vraag of ik dus nu vanmiddag klaar kom. Waar ik ook nog de bus moet ophalen. Maar nu komen er wel een aantal rechte stukken. Zoran die gaat vandoor. Zoran die gaat me naar de grens brengen. En dan ga ik lopen de grens over. Even laten zien wat ik gedaan heb. Het is wel bijna klaar. Dus ik heb bijna de planning gehouden. Nog 2,5 rij. Verder ligt al het laminaat erin. Zoals je ziet is het iets donkerder. Het tweede gedeelte. Is no problem. Het is wel hetzelfde soort laminaat. Basic van de Praxis. Basic. Sorry. Basic van de Praxis. Nou, een beetje een ander kleurtje. Ik vind het allemaal wel mooi. Een mooie zaal. En dan vervolgens leegmaken en aftimmeren. De jeugdherberg. Dan loop ik weer en nu richting de grens met Bosnië om een bus op te halen. Probleempje, ik heb mijn trouwakte vergeten mee te nemen. Die moet ik altijd laten zien aan de grens om Bosnië in te mogen. Nou ben ik dus benieuwd of ik erin mag. Met alleen een vaccinatiebewijs. Ik verwacht het wel, zo niet, dan bel ik Zoran weer en dan moeten we weer naar huis, waar mijn trouwakte ligt. Heel druk aan de grens. Dus ik kan ook beter gaan lopen. Dan kun je echt sneller de grens over.
aanrijden. Nou, hier is voor Michiel de reparateur. Hier de garage. Nou ja, het is gewoon een garage. Heeft hij aan het boren geweest. En hij is, gaan we straks naar beneden. Hij heeft alles gedaan, alle remmen vervangen. Ik zal even laten zien hier. Zo. Een doosje met alle remschijven en alles is vervangen van de bus. Oké. Okay. Dit is echt heel goed gedaan. Het is een nieuw metaal en er zit allemaal bitumen spray op. Aan deze kant ook. Dus wat dat betreft komt hij gewoon weer door de keuring. Het, vorig jaar zelf wat geprutst, maar heeft hij echt met dik een halve centimeter ijzerplaten. En dus allemaal nieuwe schijven in de remmen. Nou, super. Zo, daar zit ik dan. De bus opgehaald. Even lekker een koffie bij mijn schoonouders. En natuurlijk even aan de Slivovic. Shingles. Lekker.